Welkom, in deze video ga ik het hebben over de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. En het is handig als je hiervoor de video van golflengte van de brooien gezien hebt. Uh, eerst even over Heisenberg. Uh, veel van jullie herkennen uh, waarschijnlijk deze Heisenberg, maar uh, de onzekerheidsrelatie van Heisenberg gaat eigenlijk over deze meneer. Uh, die heeft hier onderzoek naar gedaan en die is erachter gekomen dat er een bepaalde onzekerheid zit als we op kwantumniveau kijken. Uh, en die heeft daar een relatie, een berekening voor opgesteld. Uh, en hij heeft gekeken naar buiging. Uh, als we hier kijken naar golven, golven die door een uh, spleet heen gaan, uh, die zullen wat gaan buigen. Uh, en hoe dunner die spleet wordt, hoe sterker die buiging is. Dus bij golven hebben we buiging en we zien hier dat die spleet dunner geworden is en we zien dat de buiging groter geworden is. Dus buiging wordt groter wanneer de openingsgrootte in de buurt van de golflengte komt. Uh, dit geldt natuurlijk voor golven uh, en in mijn vorige video heb ik ook laten zien dat dit voor uh, deeltjes, uh, zoals ook elektronen en protonen en ook grotere deeltjes, geldt. Uh, als we even kijken naar een experiment. We hebben hier een, uh, een dubbele spleet en we hebben hier fotonen, lichtstraaltjes die hier doorheen komen. En die hebben een bepaalde uh, impuls. Dat betekent dat ze uh, niet 100% rechtdoor gaan. Ze gaan een heel klein beetje links, heel klein beetje rechts. Uh, maar die uh, impuls is heel klein, dus ze gaan eigenlijk redelijk rechtdoor. En als ze hier door die spleet heen gaan, dan zul je dus achter op een scherm, zul je gewoon een uh, lichtvlek zien die net zo breed is als die spleet. Nou, als we die spleet iets uh, dunner maken, dan uh, zullen die fotonen... Uh, daar nog steeds doorheen kunnen en dan zul je een dunnere uh, of een kleinere vlek zien. Uh, en als je dan doorgaat en je gaat hem nog dunner maken, dan verwacht je natuurlijk dat de fotonen die doorheen komen, dat die dan uh, net zo'n klein uh, vlekje geven. Maar op een gegeven moment gebeurt er iets raars. Als deze klein genoeg wordt, deze spleet, dan zal dit vlekje niet steeds kleiner worden gelijk aan die spleet, maar zal die op een gegeven moment heel erg groot worden. Hij wordt een stuk groter dan dat die spleet is. Uh, en dat is natuurlijk een beetje raar, want die fotonen die komen hier binnen. Je verwacht dat ze hier gewoon uh, één vlekje doen, maar ze gaan een hele grote vlek uh, een hele grote lichtvlek maken. En dat heeft te maken met die impuls die ze hier aan het begin hebben en die hier later iets anders is. En dat heeft te maken met de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Uh, dit is de delta x, dit is eigenlijk uh, het, het gedeelte van de spleet waar ze doorheen kunnen en die wordt een stuk kleiner. En omdat die kleiner wordt, zal er iets met die impuls gebeuren. En die impuls noemen we even delta p. Die is hier heel klein, maar hier is er iets raars mee gebeurd. Nou, de formule, de onzekerheidsrelatie van Heisenberg, die kan ons vertellen wat er nou precies gebeurt. En die ziet er zo uit. En dit uh, delta x maal delta p uh, is gelijk of groter dan h gedeeld door 4pi. Uh, je vindt hem in Binas, tabel 35e4. Even iets over de grootheden. Delta x is de spreiding in de plaats. Dus dat is eigenlijk hoe nauwkeurig je die plaats weet. En hoe beter je die plaats weet, hoe kleiner uh, deze is. Uh, delta p is de spreiding in de impuls. Dus hoe beter je weet uh, wat de impuls is, hoe kleiner dit getal wordt. En de impuls heeft de eenheid van kilogram uh, meter per seconde. Uh, en h, deze is de constante van Planck. En daarnaast hebben we hier nog 4 en pi. h vind je natuurlijk in tabel 7a. Die hoef je niet uit je hoofd te weten. En dit getal is dus een constante. Dit is de constante van Planck, uh, die kan niet veranderen, gedeeld door 4pi. En dat verandert ook niet. Het is een constante en het is een heel erg klein getal. Dus dit hele kleine getal moet... Uh, Daarvan moeten deze twee moeten groter blijven. Als deze op een gegeven moment te klein worden... dan uh, gaat het niet goed meer. En dan uh, gaan we last hebben van de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Uh, even over die p, die impuls. Dat is de massa maal de snelheid. Daar heb ik wel een andere video uh, uitgelegd. Uh, die kun je nog even kijken. Maar de impuls kun je berekenen als je de massa van een deeltje weet... en je weet de snelheid. En dan kun je die maal elkaar doen en dan heb je de impuls. Die vind je trouwens ook in Binance tabel 35a3. Uh, nou, wat betekent dit nou? Dit betekent dat als wij deze... Uh, met zeker weten waar die is. Dus als je zeker weet waar iets is, dus dan is de delta x, dus de spreiding in de plaats, is eigenlijk nul. We weten 100% zeker waar die is. Uh, dan moet deze steeds groter en groter worden. Uh, eigenlijk kan deze niet helemaal nul zijn. Als stel je dat die echt heel erg klein is, maar net niet nul, dan moet deze heel groot worden. Uh, wil je? Boven dit, uh, deze constante blijven. Dus als deze heel klein is, die delta x, dus je weet exact waar iets is, of zo goed als, dan zal deze heel groter worden, uh, waardoor je dus niet meer de massa en de snelheid of de snelheid weet. Dus die impuls wordt zo groot, dus zelfs dat je iets zeker weet waar het is, dan weet je niet welke snelheid het heeft of welke massa het heeft. Nou, die massa die staat redelijk vast, uh, dus die snelheid ja, zou je dan niet meer weten. En andersom, als je zeker weet wat de impuls is, als je zeker weet hoe uh, snel iets gaat, uh, dat, dat kan, maar dan weet je niet exact waar die is. En dat is die onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Dus je kan niet 100% weten waar iets is en met welke snelheid het gaat, uh, want dan uh, zijn deze twee getallen te laag en dan zijn ze lager dan uh, deze constante. En die is al heel erg klein. Dus dit uh, geldt voornamelijk op quantum niveau dat we hier last van hebben. Uh, dit verklaart bijvoorbeeld ook waarom elektronen uh, niet in de kern van een uh, Atoom zitten. Um, we hebben geleerd dat de atoomkern bestaat uit neutronen en protonen, uh, positief en neutrale deeltjes, en daaromheen zijn we elektronen. Uh, en je hebt je misschien wel eens afgevraagd waarom gaan die negatieve deeltjes en die positieve deeltjes, ja, die trekken elkaar toch aan? Waarom gaan die elektronen niet gewoon in die kern zitten en wordt het gewoon één uh, bolletje? Nou, dat heeft te maken met deze onzekerheidsrelatie. Die elektronen, als we nou in de kern plaatsen, dan weten we dus 100% zeker waar ze zijn, of uh, in ieder geval heel erg nauwkeurig waar ze zijn. Dus die delta X die wordt heel erg klein. Dat betekent automatisch dat die delta P heel erg groot moet worden. Dus dan wordt of de massa van die elektronen heel erg groot, of die snelheid. En het zal in dit geval die snelheid worden. Dus als zij zeker heel erg dicht in de buurt van die kern zitten en daar eigenlijk proberen stabiel te blijven, dan zal die snelheid omhoog vliegen en dan kunnen ze daar niet in blijven. Dus vandaar dat ze daar omheen blijven zitten. Ze worden aangetrokken, maar door die onzekerheidsrelatie van Heisenberg kunnen ze nooit daarin belanden en daar blijven. Want dan wordt die delta P dus groter. Dus vandaar dat die elektronen om die kern heen blijven en er niet exact in kunnen gaan. Uh, dit voorbeeld even. Wat hier dus aan de hand was, is dat die delta x die is steeds kleiner geworden. En hoe kleiner die wordt, hoe groter die delta p moet worden. Niet hiervoor. Want hiervoor uh, is er nog geen delta x, maar op het moment dat ze hier doorheen komen, dan hebben ze dus last van een heel kleine ruimte. Uh, en dan uh, zal dus uiteindelijk de uh, fotonen die hier uitkomen, die zullen dus een hele grote delta P hebben. Want deze duurt heel klein. Dus deze moet een stuk groter worden. Dus vandaar dat deze een veel grotere spreiding hebben in hun. Uh, Impuls, ze gaan dus meer naar links en naar rechts uitwijken, want dit is uh, van boven naar beneden. Dus de impuls zal hier ook van boven naar beneden gaan uitwijken. Dus vandaar dat ze veel hoger en veel lager op het scherm komen. Dus hier hebben we een, 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 een spreiding uh, in, het, uh, in de i-as. Dus de impuls zal in de i-as ook meer gaan spreiden. Want deze is kleiner geworden, dus de spreiding van de impuls in de i-as zal groter worden. Vandaar dat we hier een grotere vlek krijgen. En dat komt door die onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Uh, dus dat ziet er dan zo uit. We hebben hier dus uh, uh, lichtgolven, uh, lichte fotonen die komen hierop en die zullen dus uh, meer gaan spreiden. Dus vandaar dat we dan zo'n langgerekte vlek krijgen en vandaar dat ook uh, de kans dat we fotonen vinden niet op één plekje, maar dat het een beetje uitspreidt. Uh, even een voorbeeldopgave. Als eerst even niet op kwantumniveau, dus gewoon in het echt. Dan zien we dat we niet heel veel last hebben van die onzekerheidsrelatie van Heisenberg, maar op kwantumniveau zeker wel. Uh, kijk even of het lukt om deze opgave te maken. Want we hebben een auto met een massa van 750 kg. En die kun je met 2,3 x 10 tot de min 2 uh, km per uur exact bepalen wat de snelheid is. En we moeten nu de spreiding in plaats berekenen. Uh, de snelheid, de spreiding en snelheid is uh, die 2,3 x 10 tot de min 2 km per uur. Rekenen we om naar meter per seconde. De massa 750 kg en we gaan er even vanuit dat dat exact is. Daar zit echt geen spreiding in. Maar we kunnen wel de spreiding in de impuls uitrekenen. Dan doen we namelijk die twee maal elkaar. Die tabel Winas tabel 35a3. En dan komen we achter dat de spreiding in de impuls 4,8 meter per seconde is. Nou, nu kunnen we die van Heisenberg gaan gebruiken. Dus we gaan deze formule gebruiken en we gaan in plaats van dit teken, gaan we dit gewoon gelijk stellen aan elkaar. Deze vinden we in tabel 35e4. Constant van Planck natuurlijk, tabel 7a, die gaan we hier invullen. Uh, we gaan hem omrekenen, want we willen de delta x weten, dus we doen gedeeld door delta p, dus de gedeeld door delta p komt daar te staan. We vullen hem in en we komen erachter dat de spreiding in de plaats 1,1 maal 10 tot de min 35ste meter is. Dat is heel erg klein. En als je dat vergelijkt met een auto, dan weten we dus eigenlijk zo goed als exact waar die auto is. Dus vandaar dat we, als we niet op quantum zitten, dan weten we eigenlijk exact wat snelheden en plaatsen van dingen zijn. Maar op het moment dat die kleiner gaan worden, dan gaan we merken dat dat niet zo is. Dus op groot normaal wereldniveau, daar is gewoon alles goed eigenlijk te bepalen. En nu gaan we naar een iets kleiner niveau toe, namelijk met deze vraag: Fotonen vallen op een spleet met een diameter van 10 micrometer. We de spreiding in impuls die ze hierdoor krijgen. En let op, die spreiding in impuls is natuurlijk in dit geval in de y-richting, niet in de x-richting. Want de spleet zit ook in de y-richting en dat is belangrijk. Uh, als eerst even de spreiding. Uh, 10 micrometer, oftewel 1,0 of, uh, 1, maal 10 tot de uh, min 5. De ik zie hier even een x staan, dat moet natuurlijk een puntje zijn. Uh, deze... Vinden we natuurlijk in binastabel 2. Als je het lastig vindt wat micro is, dan kun je in binastabel 2 kun je zien dat het tot uh, 10 tot de min 6 6de is. Wordt 10 tot de min 5e, omdat het hier al een 0 stond. Uh, deze formule van Heisenberg kunnen we gaan gebruiken. Vinden we in binastabel 35e4. De constante van Planck in binastabel 7a. En we bouwen hem om. We willen de delta p weten, dus we doen gedeeld door delta x. Gedeeld door delta x. We vullen hem in. En we krijgen 5,3 maal 10 tot de min. Uh, 30 kilogram meter per seconde. Dus er komt een, een spreiding uh, in dit geval in de I-richting. Aan het einde van de film gaan we even kijken wat dat precies betekent in dit geval. Uh, maar in ieder geval, zo heb je de spreiding kunnen berekenen. Nou, nog een vraag. Uh, dit gaat over elektronen en waarom die dus niet in zo'n kern kunnen zitten. Uh, lees hem even door. Het gaat over een waterstofatoom uh, met een diameter. En we moeten uh, gaan uitrekenen uh, wat de onbepaaldheid in de snelheid van die elektronen is. Uh, minimaal. En we gaan er even vanuit dat die elektronen een constante massa hebben. Um, we gaan hem even uitrekenen. Trouwens, het gaat over een waterstofatoom. En je ziet dat het natuurlijk niet deze is. Deze heeft drie protonen, uh, drie elektronen. En in dit geval vier neutronen. Dus dit zou waarschijnlijk een lithiumatoom zijn. Dat is even niet belangrijk. We gaan even kijken naar dit waterstofatoom. Um, hij heeft een diameter van 1,06 x 10 tot de min tiende meter. Uh, wederom, daar moet eigenlijk een puntje staan, zie ik nu. Um, hier natuurlijk ook. Dat betekent dat de spreiding waar we zo'n dus elektron kunnen vinden, dat ligt tussen, uh, tussen deze afstand. We gaan even kijken uh, wat dan de spreiding in impuls is, want dan kunnen we erachter komen wat de spreiding in snelheid is. Want we hebben natuurlijk de massa van die elektronen. Uh, de, de, de formule van Heisenberg vinden we in tabel 35e4. H, de constante van Planck, uh, 6,626 x 10 tot de min 34 e joule seconde. Die vinden we natuurlijk in tabel 7a. We bouwen hem om, we willen de impuls weten, want we moeten uiteindelijk naar de snelheid toe. En die zit in die impuls verborgen. Dus we doen gedeeld door uh, de spreiding, dat getal wat we hier hebben. En dan komen we uit op een impuls van 4,97 maal 10 tot de 25ste kilogrammeter per seconde. Dan zijn we er nog niet, want we willen de snelheid weten. Dus we moeten hier nog de massa van afhalen door te delen. Want de impuls is de massa maal de snelheid. Dus we doen de impuls gedeeld door de... Snelheid, of de massa, sorry, en dan krijgen we de snelheid. Deze vinden we in tabel 35 A3. De massa van een elektron in dit geval vinden we in tabel 7b. Die noteren we natuurlijk. We bouwen de formule om. We vullen hem in. En we komen uiteindelijk op een snelheid van 5,5 maal 10 tot de vijfde meter per seconde. Dus dat is een behoorlijke snelheid, en dat is dus de reden dat die elektronen niet in het midden kunnen zitten. Want dan zal deze kleiner worden. En als hij deze steeds groter worden, dus dan krijgen ze eigenlijk alleen maar een grotere snelheid, waardoor ze nog verder er eigenlijk weer vanaf komen. Dus ze kunnen daar niet stilstaan in het midden van die kern. Ze kunnen er wel eventjes langs gaan, maar ze zullen daar niet stilstaan. Dus ze schieten dan door. De reden dat de elektronen dus niet in de kern van een atoom komen. Nou, nog één vraag, eentje uit het examen. Uh, examen VWO, natuurkunde 2006, tweede tijdvak, vraag 23 ging hierover. Uh, ik heb een gedeelte van de vraag uh, eventjes hier opgeschreven. Uh, alleen hetgene wat we nodig hebben. We hebben een figuur gekregen, we zien hier een lichtbundel door een spleet gaan en we zien hier uh, op het scherm zien we punt A, B, dat is eigenlijk waar alle fotonen tussen zitten en M voor het midden. Uh, dit is uh, hoe de intensiteit zit, dus weer A en B en in het midden zitten natuurlijk de meeste uh, fotonen die daar terecht komen. En dan als laatste hier de fotonen die door die spleet komen, die hebben hier een bepaalde impuls en hier zie je dat die impuls in de I-richting en in de X-richting dat die uh, anders is. Er komt een impuls in de X-richting bij en een hoek A. En de vraag, oh nee, er stonden nog wat gegevens bij. Uh, voor de golflengte van licht geldt dat de lambda 632,8 nanometer is. Uh, en dat is voor de horizontale uh, component van de impuls van dit foton na de uh, spleet geldt dat die 1,33 maal 10 tot de min 29 ste kilogram meter per seconde is. Dus dat is deze. En die was hier eerst niet aanwezig. En door die spleet is hier dus een uh, onbepaaldheid gekomen in de impuls. Die noteren we eventjes, die gegevens, want we gaan door naar de vraag. Ik heb hier even de grafieken, of de figuren klein bijgezet. En de vraag is, de meeste fotonen komen ergens tussen punt A en B op het scherm. Afhankelijk van de grootte en de richting van component Px, dus is deze. Die het foton heeft gekregen bij het passeren van de spleet. Als de in figuur 3 getekende lichtstraal net links, dus deze lichtstraal... Als die net links van b uitkomt, dus net hier uitkomt of hier uitkomt, mag de gegeven waarde px beschouwd worden als de onbepaaldheid delta p, zoals die voorkomt in de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. Voer de volgende opdracht uit. Bereken de minimale waarde van delta x, in dit geval volgens de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. Geef aan of deze waarde delta x betrekking heeft op de breedte van de spleet. Of de afstand AB op het scherm. Dus of dat dit door dit komt. Of hierdoor komt. En leg uit wat de afstand AB. Wat ermee gebeurt. Als de spleetbreedte uh, kleiner wordt. Dus deze wordt kleiner. En de afstand tot de spleet van het scherm. Gelijk blijft. Dus deze afstand die blijft gelijk. Nou, kijk even of dit lukt. Uh, dit was een examenvraag. Uh, als je dit snapt. En als dit lukt. Dan ben je helemaal klaar voor het examen. Als het nou niet lukt. En je snapt het na mijn uitleg wel. Dan ben je ook klaar voor het examen. Uh, ik ga hem beantwoorden. Ik heb hier even de vraag neergezet, maar we gaan eerst even kijken naar die delta x. We hebben hier de delta p, dus dat moet op zich heel goed te doen zijn. Uh, we hebben de formule voor uh, Van Heijzenburg, de onbepaaldheidsrelatie van Heijzenburg, die noteren we. Binnenstabel uh, 35e, 4. Uh, H, constant van plank, binnenstabel 7a. En we bouwen hem om, want we willen delta x weten, dus we doen gedeeld door delta p. We vullen hem in. Dus we delen door die 1,33 maal 10 tot de min 29ste en dan komt uit dat de delta x 3,96 maal 10 tot de min 6e meter is. Dat was de allereerste vraag. Geef aan of deze waarde delta x betrekking heeft op de breedte van de spleet of op de afstand AB op het scherm. Nou, dat is uh, misschien wat lastiger, maar die delta x die komt... Uh, of uh, die, die, die delta p die komt pas na de spleet. En dat gebeurt dus eigenlijk in de spleet. Dus wat je hier hebt, die delta x, dat is het gedeelte wat in de spleet zit. Dus de delta p ontstaat in de spleet. De delta x heeft betrekking tot de breedte van de spleet. Dus niet tussen a en b. En als laatste, leg uit wat er met de afstand ab gebeurt. Dus met die vlek op het scherm. Als de spleetbreedte kleiner wordt. Uh, nou, dat heb ik helemaal aan het begin laten zien. Hoe kleiner die wordt. Hoe groter uiteindelijk die vlek gaat worden. Dus wanneer delta x kleiner wordt, wordt delta p groter. En dat heeft te maken met deze formule. De hoek van de impuls wordt dus daardoor ook groter. Dus de afstand tussen a en b op het scherm wordt ook groter. En dan ga ik even laten zien met dit plaatje. Als deze hier kleiner wordt, dan wordt deze delta p, oftewel px, die wordt groter. Daardoor wordt deze hoek ook groter. Daardoor gaat hij dus in plaats van dichter. Naar de delta uh, PI gaat hij verder van de PI af. Dus hij zal nog verder naar rechts gaan. Dus deze afstand die wordt nog groter. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat de afstand van het scherm en de spleet gelijk blijven. Uh, dat stond ook aangegeven in de vraag. Kijk maar. De afstand van de spleet tot het scherm die blijft gelijk. Uh, want stel je voor dat deze verder gaat, dan wordt natuurlijk AB ook groter. Als deze dichterbij komt, wordt AB kleiner. Dus die blijft constant. Maar doordat dus de spleet hier dunner wordt, kleiner wordt. Wordt de px uh, wordt groter, waardoor dus uh, uiteindelijk de vlek AB, de afstand tussen AB, ook groter wordt. Nou, uh, bij een examenvraag krijg je op deze manier punten. Uh, gebruik van delta x, delta p, uh, dus de Heisenberg-formule, krijg je een punt voor. Dat moet je natuurlijk wel juist gebruiken. Als je daarna de berekening goed doet en je complementeert, dus je geeft het juiste aantal significant cijfers, de juiste eenheid, krijg je daar ook een punt voor. Daarnaast de conclusie dat delta x betrekking heeft tot spleetbreedte. En als laatste het inzicht dat delta p groter, uh, bij een grotere delta p ontstaat, die overeenkomt met een grotere afstand tussen a en p. Uh, dus dat was een, uh, een typische examenvraag die je over dit onderwerp kunt uh, krijgen. Ik hoop dat het duidelijk was en ik hoop dat je nu een beetje een idee hebt wat de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg is. Uh, in mijn volgende video ga ik door met de kansdichtheid van een kwantumdeeltje. Dus dan gaan we kijken naar die grafiek die je net zag. Ik zal hem even laten zien. Uh, deze grafiek hier, en dan moet ik even een beetje naar boven toe. Deze, gaan we even kijken hoe die nou precies ontstaat. Uh, dat was het. Dankjewel voor het kijken.